vroeger waren de meeste vrouwen niet zo te spreken over hun grijze haren. Gelukkig zijn er tegenwoordig steeds meer vrouwen die het grijs worden omarmen. Net zoals elke haarkleur heeft ook grijs haar zo nu en dan wat extra aandacht nodig. Grijs haar is mooi, maar heeft soms een gele gloed. Het kan dof zijn en minder stralen. Dus wordt het maar eens de hoogste tijd dat we deze natuurlijke schoonheden ook wat extra aandacht geven. Vandaag laat ik je zien hoe je een natuurlijke en glanzende grijze haarkleur krijgt zonder geeltinten. Zodat je er weer fris en stralend uitziet. Ik ga het op droog haar aanbrengen. Ik ga vast mijn handschoenen aandoen en bij u even een handdoek. Want we willen natuurlijk niet vies worden. De eerste stap begint bij de vloeibare keratine. Dit is een kerserum. Dit zorgt voor de bescherming van je haar en een optimaal kleurresultaat. Dit gaan we aanbrengen op de haarpunten. Oké, we gaan mengen. Knijp de kleurcreme helemaal leeg in de applicatieflacon en schud deze zodat er een cremerig mengsel ontstaat. Verdeel het kleurmengsel lok voor lok over het gehele haar. Als je nou uitschiet op de huid, kun je het heel gemakkelijk met een watje met wat huidtonic weghalen. Masseer het mengsel goed in met de vingertoppen. De kleurcreme is verzorgend en het neutraliseert de gele gloed in het haar. Zo, laten we de kleuring eruit wassen. Ik blijf spoelen totdat het water helemaal helder is. Ik ga nu de conditioner aanbrengen. Die ga ik helemaal verdelen over het haar. En laten we die even 2 minuutjes inwerken. Nou, dan mag je nu het eindresultaat in de spiegel zien. Ik ben heel benieuwd. Oh, wauw. Dit is echt heel natuurlijk. Oh, prachtig. Ik vind het eindresultaat helemaal te gek. Ik vind het zo mooi, zo natuurlijk. De gele gloed is er ook helemaal uit. Wat je dus wel eens kan hebben als je veel zwemt, en dat doe ik. Ik raad het iedereen aan met grijs haar. Ik ben er helemaal blij mee, ja.